kiss for you. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Instant Gaming. Play smart, pay less. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze zieke tutorial over hoe je een project moet maken. Laten we snel beginnen. Let's go! Natuurlijk, elk project begint met een goede voorbereiding aan de hand van een draaiboek. Draaiboeken zijn altijd de key naar succes. Zeker, key naar succes. Dus zorg dat je dat maakt, een goede mappenstructuur, dat je alles netjes terug kan vinden en netjes mooi gesorteerd hebt. Als je dat gedaan hebt, dan maak je in je draaiboek een shotlist van wat wil je filmen, welke locaties wil je hebben. Want dat is natuurlijk wel heel verstandig. Als je klaar bent, dan begin je met filmen. Want ja, filmen, dat moet wel gebeuren, natuurlijk. Logisch. Ja, dus, dat ga je natuurlijk doen. Goed drinken, dat is ook heel verstandig. Niet uitdrogen. Vooral als het dag warm is. Niet uitdrogen, alsjeblieft. Dus, als je klaar bent met filmen, dan ga je natuurlijk ingesten. Ingesten is gewoon dat je de bestanden hernoemt, dat je makkelijker kunt terugvinden welk bestand wat is en welk bestand waar gefilmd is en zo. Dat kun je allemaal toevoegen in ingesten. Dat kun je doen aan de hand van Adobe Prelude of andere programma's die je daarvoor op internet kunt vinden. Als je dat gedaan hebt, zorg dat je gewoon alles netjes in de projectfolder zet waar ze bij horen in A-roll, B-roll of whatever. Als je dat gedaan hebt, dan begin je natuurlijk met editen. Begint met editen, ja, dat is lekker makkelijk. Dan kun je natuurlijk je sound effects, je memes invoegen in Premiere, want dat is super handig en super fijn om namelijk te doen. Want ja, dat is wel handig en verstandig. Dat rijmt. Daarna, als je klaar bent met editen, dan render jij die video. Je moet hem natuurlijk wel renderen, want dat is wel verstandig. Als je dat gedaan hebt, maak je in de tussentijd dat ik render, dat doe ik meestal, is een thumbnail maken, zodat je hem lekker op YouTube kunt plaatsen. En dat je hem ook makkelijk kunt herkennen, dat je gelijk ook een titel in je hoofd hebt. Want als dat klaar is, daarna kun je hem lekker uploaden en dan pak jij die geld. Als je dat klaar hebt, dan maak je een backup van je project. Natuurlijk, een backup van het project, dat moet gebeuren. Je moet een backup maken. En als je dat gedaan hebt, dan ben je klaar. En dan herhaal je dit proces bij elk project. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Redux Gaming. Gebruik de code JustJordy voor 2% korting op al je bestellingen.